Goedemorgen. Ja, hallo, daar ben ik dan met mijn schatje. Hallo allemaal, het is tijd voor een nieuwe vlog. Het is geen maandag, maar woensdag inmiddels. Maar ik dacht, in deze tijden weet toch niemand welke dag van de week het is. Dus dat is prima. En als ik weer helemaal op maandag ga wachten om een nieuwe te beginnen, dan komt het er nooit meer van. En ik probeer echt even wat meer vlogs te maken, dus bij deze. Ik voelde me de hele tijd een beetje gefukt om op kantoor te zijn, omdat het zo'n chaos was. En toen kwam ik hier vanochtend en toen hadden Jordi, schatje 1, en Evie, schatje 2, helemaal alles opgeruimd, gestofzuigd en alles. Evie is nu, ongeveer één dag in de week zijn we hier samen op kantoor, omdat we dan echt dingen moeten doen die we echt moeten overleggen. En dan zitten we echt meters uit elkaar en we hebben hand sanitizer en al dat soort dingen. Dus dat is heel fijn dat dat nu weer een klein beetje kan. En geeft me eigenlijk ook het gevoel alsof het leven gewoon weer back on track is. Soms weet ik bijna niet meer van, oh ja, maar wat was er dan anders hiervoor of zo? Als je gewoon je werk gaat doen en thuis komt en even op de bank gaat liggen en dat was je dag, dan voelt het bijna weer als normaal. We zijn met de atelier Instagram planning bezig. Dat ziet er dan een beetje zo uit. We zijn hem nu heel mooi op kleur aan het indelen. Dus we begonnen bij een wit en toen beige gedeelte. Nu een groen gedeelte. We gaan over naar een blauw gedeelte. Ook leuk om te bedenken van hoe kan dit een account zijn dat er en mooi uitziet en onze producten mooi weergeeft, maar tegelijkertijd ook vol met leuke inspiratie en woordgrappen en dat soort dingen staat, zodat ook als je niet per se voor het product komt, het een leuk account is om te volgen. Dus dat is heel leuk om mee bezig te zijn. Ik vind het ook best wel koud vandaag, dus ik heb weer mijn lekkere kooltruitje aan. Deze is van Proenza Schuler en kocht ik in de uitverkoop bij My Theresa, denk ik. Nog steeds heel blij mee. Zo leuk! Nina, onze vriendin die de saladebarketen Sla heeft, kwam net lunch brengen van het nieuwe menu. Hij is heel zwaar ook. In deze doos. En we hebben er ook een playlist bij. En kombucha, oh dat is mijn lievelingsfrisdrank kombucha. Dit is een 0.0 wit biertje, ook heel leuk. Dat is dat tegenwoordig kan maken, joh. Oh, super lekker. Happy kiddo. Oh ja, ik heb de Mexicaanse salade genomen. En Jordi heeft een soort gado gado. Heb jij toch? Maar nee, alles is... Nee, ik heb... vegan kapsalon. Vegan kapsalon. Zo chill. Yay. Oh, wat leuk. Heel benieuwd ook naar... Oh, salade recepten. Verrukkelijk uit, oh my god. Jongens, deze nieuwe salades zijn zo lekker. Ik zeg dit niet omdat we dit net hebben gekregen of omdat ik Nina persoonlijk ken. Ik heb ook eerlijk tegen haar gezegd dat ik de laatste keer een salade had dat die een beetje flauw van smaak was. En dat sommige dingen op elkaar leken qua smaak. En zij pakt feedback super goed op. En hey jongens, ik lekker in mijn beeld weer te influencen. Dus ik zeg het ook gewoon eerlijk en nu ben ik weer zo blij verrast. Het is echt pittige pepertjes, frisse tomaat, beetje zuur sausje en dan zoete avocado. En echt, echt heel lekker. Ik ga zeker nog een keer deze bestellen. En ook die van Jordi was echt verrukkelijk. Dus ik ben heel trots op hoe ze alles, ondanks dat dit super pittig is voor hun, dat ze dit toch omturnen. Want corona is voor een horecazaak natuurlijk afschuwelijk geweest. En ze hebben grote klappen gekregen. Dus ik hoop dat ze daar bovenop komen. Het zonnetje. Het is nu 6:30. Dus ik ga zo even een eind aan deze werkdag draaien. Het is een hele lekkere zon buiten. Dus misschien ga ik nog even ergens in de zon. Even voor de deur zitten of zo. I don't know. Maar Jordi heeft nu met vrienden afgesproken. En ik moet eigenlijk vanavond nog wat werken. Ik wil nu wel heel even naar buiten, even wat frisse lucht. Nou, precies als ik de deur uit wil gaan, wordt het niet meer zonnig. Dus dan ga ik maar naar huis. Ik was laatst vergeten mijn helm op te zetten. Ik dacht, waarom wapperen die babyhaartjes nou zo bij mijn oren? Gewoon had ik mijn zonnebril opgezet en niet mijn helm. Ik ben thuis en
Ik heb voor mezelf pho besteld, een van mijn favoriete gerechten. Ondertussen kijk ik nu even Modern Family en straks ga ik mijn laatste editorial schrijven voor Linda Meijer. Ook een heel bijzonder moment en bizar en ik weet bijna niet waar ik moet beginnen, zeg maar. Pho is een Vietnamese noedelsoep met veel groenten, taugé, munt, allemaal kruiden en een beetje kip in mijn geval. En een hele rijke bouillon. Super lekker. Hallo, happy donderdag alweer. Ja, ik heb de hele dag thuis gewerkt. Ja, wat heb ik allemaal gedaan eigenlijk? Heel veel belastingbrieven en rekeningen geopend die nog op me lagen te wachten. Wat mails gedaan. Instagram planning van atelier ben ik mee bezig geweest en van mezelf. Ik heb zo'n mooi grid gepland voor de atelier Instagram. Ik ben helemaal trots en satisfied. Nu moet ik eigenlijk voor mijn eigen Insta ook zoiets doen. Jordi is even met de auto wat rondrijden. Even gewoon richting de natuur. En volgens mij ging hij eigenlijk alleen in de auto zitten, maar hij wilde er gewoon heel even op uit. En ik heb vandaag mijn eerste bezoek thuis. Namelijk Jesse en Nicole. Dus we zijn met z'n drietjes en ik ga voor ze koken. Het is heel gek om weer mensen over de vloer te hebben. Ik heb dat sowieso niet super vaak, maar helemaal in deze tijd heb ik dat nog nooit gehad. Ik heb allemaal individuele snackbakjes gemaakt en allemaal van die schoonmaakdoekjes om alles steeds schoon te kunnen maken. En we kunnen natuurlijk gewoon afstand houden. Maar toch voelt het gek of zo. Al mag het geloof ik wel. Ik weet niet, ik ben benieuwd hoe jullie dat allemaal doen en hoe jullie allemaal in jullie quarantaine zitten momenteel. Ik heb het huis voor de gelegenheid even netjes opgeruimd. Snackbakjes. En hier alvast een kleine glimp van mijn nieuwe Dyson die de lucht helemaal zuivert. En de bank. De verf staat er nog omdat ik eigenlijk helemaal niet blij ben met dit eindresultaat. Nicole is uit van het. Anderhalve liter? Wel in dat glas, ja. Ik heb hem goed volgeschonken. Nou jongens, wat heb ik nu toch gemaakt? Bekkelworstjes van de chef. Vanzelf. Nee. En take take. Dit heb ik zelf gemaakt. Heentje, pijntje erbij. Hallo. Het is alweer vrijdag vandaag en ik ga me even een beetje opmaken, klaarmaken voor de dag. Slacht. Dat ga ik dan maar even filmen. Ik ga nu eerst vanuit huis werken en daarna heb ik straks even een koffiedate buiten met Kim. Veel dagen probeer ik ook geen make-up op te doen, maar ik moet zeggen dat je je daar wel echt chiller door voelt als je gewoon je haar een beetje leuk doet, leuke sieraden, oorbellen doet, een beetje make-up, iets leuks aantrekt. Het helpt bij mij wel heel erg voor mijn mood. Wat ik gebruik is een tinted moisturizer van Laura Mercier. Deze is door een productiefoutje wat oranje uitgevallen, dus er wordt een nieuwe naar me opgestuurd. Maar voor nu gebruik ik deze nog. Dit is dus gewoon een moisturizer, een dagcreme, waar ook een zonnebrand in zit. En er zit een klein beetje een tintje in. Dus het is vooral verzorgend, maar het geeft ook een klein beetje een egaliserende look. Dus dat is eigenlijk echt voor dagen dat ik dus geen foundation wil gebruiken, maar net een beetje smoothness wil. Ik doe een heel klein beetje concealer onder mijn ogen. Dit is de kleur 202 Light, geloof ik, van Shiseido. Ja. Zet ik gewoon echt twee stipjes. Ik heb al een heel klein beetje opgedaan. Zet ik gewoon hier onder mijn ogen. En soms even een stipje zo hier op de neus. Dit maakt je meteen een stuk frisser en levendiger. Een beetje under eye concealer is wel echt top. Kijk nog even of ik bepaalde plekjes heb die misschien weggewerkt mogen worden. Hier nog iets. Echt op de meest random locaties heb ik nu wat onzuiverheden, maar ja, geen idee.
Dan pak ik mijn ultieme favorite make-up product in de wereld. De Flawless Filter van Charlotte Tilbury. Dit kan je over je hele gezicht gebruiken. Maar ook als een highlighter of onder je foundation om je meer glow te geven. Dit is echt het product wat ervoor zorgt dat je een soort glowy, dewy skin krijgt. Ik gebruik hem als highlighter. Ik gebruik de kleur 3 omdat de eerste twee wat harder zijn. Iets meer metallic en deze is warmer en daarom vind ik hem natuurlijker. Er zitten eigenlijk wat kleine stipjes hier en dan veeg ik het gewoon wederom met mijn handen uit. Nou, dat is eigenlijk al. Maar dit geeft je meteen zo'n hele gezonde glowy look. Het is echt mijn lievelingsproduct. Als ik maar één make-up product mocht gebruiken als dit. Je kan nog een beetje hier doen en een beetje hier. Zelfs iets bij je binnenste ooghoekjes. Dit maakt je gewoon meteen zo gezond en... ja, flawless inderdaad. Dus ik ben er wel dol op. Ik pak, even kijken, dit is een blush van Nabla. Het zit eigenlijk tussen een blush en een highlighter in. Die gebruik ik de laatste tijd wel veel. Ik heb eigenlijk een iets te klein kwastje, maar ik kan mijn blushkwast even niet meer vinden. Deze is bijvoorbeeld ook mooi voor een highlighter. Ik doe ook een beetje op mijn ogen. Dan leent deze kleur zich wel goed voor. Doe het allemaal niet te netjes ook. Beetje op het gezicht. En een beetje op de wenkbrauw. Ik gebruik de Boy Brow van Glossier. Die is bijna op. Ik heb dus de vorige keer dat ik in Amerika was een aantal Glossier producten gekocht. Voor een giveaway die ik uiteindelijk nooit heb gedaan. Dus dat moet ik eigenlijk even heel snel... ga fotograferen om jullie er blij mee te maken. Dat komt dan op mijn Insta te staan. Kijk, borstel ze nog een beetje omhoog. Ik zal hier binnenkort een keer een echte tutorial over opnemen. Ik denk dat die dan op mijn IGTV komt. Dus als je me nog niet op Insta volgt, doe dat vooral even. Ik zoek even een kwastje op. Dit is ook een product van Charlotte Tilbury. En dit heet... Eyes to Mesmerize in de kleur Star Gold. En deze gebruik ik ook vaak. Ik heb het al vaker laten zien. Het is ook een vloeibare oogschaduw van MAC in de kleur Root. Een donkerbruine. Ik vind crème producten gewoon heel fijn. Omdat ze heel natuurlijk zijn. En makkelijk uit te smeren. En goed blenden. Dit doe ik een beetje boven de bovenste wimperrand. En dit goud zet ik een beetje aan bij de onderste wimperrand. Je kan hier nog een beetje van het goud ook doen. Je wil altijd dat het midden van je oog, waar je pupil ook zit en waar je natuurlijk je mooie oogkleur hebt, dat daar de aandacht naartoe gaat. Dus door een beetje glans of glitter of zoiets op het midden van je bewegende ooglid te doen, trek je de aandacht daar naartoe. Doe een mascara op. Nee, ik heb niet echt zin in vandaag, denk ik. Beetje lippenbalsem. Misschien doe ik nog wel een beetje kleur op mijn lippen. Oh ja, dit vind ik ook wel nice. Dit is eigenlijk een highlighter en blush palet van Benefit. Maar ik gebruik deze highlighter heel graag. Voor het binnenste ooghoek, omdat hij gewoon zo sterk is. Ik heb hem laten vallen helaas. Ziet er niet meer op zijn allermooist uit. Maar ja, dat maakt ook niet echt uit. Mm-hmm. Dat was hem. Ik ga nu even buiten zitten met Kim en ik heb weer deze top aan van Fabien Chapeau en mijn Levi's jeans en sneakers. Ja, hallo, daar ben ik dan met mijn shirtje. Hallo! Hoe gaat ie bij jou allemaal in de coronatijden? Ik richt hem even op jou. helemaal super. Lekker veel koffie drinken. Nee.
Lekker koffie drinken, in de zon zitten. Binnen zitten. Lekker. Nee. Oh, je nagels, die moeten we even zien. Kim heeft dus een nieuwe nageltrim. Dit doe ik dus heel veel. Dit is echt mad. Dit is al een beetje uitgegroeid. Maar... Oh ja. Oh, maar... zo knap. Ik vind het niet normaal. Ik ben ook wel blij met deze. Ja joh, wat wordt je volgende project? Ik heb nu ontdekt dat je ook een 3D dingen kan maken. Ah. Nu wil ik graag schelpjes maken. Oh. Natuurlijk ook helemaal jou zou zijn. Ja. Dus ja, veel inderdaad met nagels aan het spelen wel. En ik ben heel blij dat je nu ook weer een beetje op mensen kunt oefenen. Ja. Het is wel echt leuk om ook bij anderen, dat andere mensen zo blij ervan worden. Precies. Ik ben nu thuis en het is 7:00 en ik heb vandaag zo weinig productiefs gedaan dat ik nog heel even achter mijn laptop duik om nog een paar kleine dingen te doen. Het lijkt erop dat we met Atelier de 7000 volgers gaan aantikken. We moeten er nog 2, dus dat is een hele leuke mijlpaal. Ik hoop dat we binnenkort de 10k aantikken. Dat zou echt mega cool zijn. Ik heb ook echt heel erg honger, dus ik hoop dat Jordi zo meteen ook iets met mij eten wil bestellen of dat we even samen wat gaan koken of zo. Verder niet zo heel veel plannen voor vanavond. Ik denk dat we gewoon lekker een film gaan kijken of zoiets. Ik ben ook wel benieuwd waar jullie de leukste films en dingen kijken. Hebben jullie Apple TV of zit je op CineTree of Pathé Thuis of gewoon Die Hard Netflix? Over Netflix gesproken. Ik ben begonnen aan een serie die heet Dead to Me en die is echt heel leuk. Echt een aanrader. Ik dacht dat het me misschien niet aan zou spreken, het thema. Maar ik vind het echt een hele leuke serie en je vliegt er doorheen. Dus dat is even een tip voor nu. Laat me zeker ook even weten wat jij allemaal kijkt tijdens deze coronaperiode. Welke serie en filmtips je voor elkaar hebt. Ik ben lekker aan het koken geslagen. Ik heb hetzelfde gemaakt als gisteren, maar nu voor mijn schatje Jordi. Ik kleed me ook altijd even uit tijdens het koken. Hallo. Want ik had weer een crème topje aan en ik wilde niet dat het erop overheen kwam. Dus dat. Good morning! Het is zaterdagochtend en ik heb lekker een havermoutje voor mezelf gemaakt naar het recept van Negin. Met een beetje banaan, appelrozijnen, wat een paar nootjes en havermout natuurlijk en plantaardige melk. Heel lekker, dat ben ik nu aan het opeten terwijl ik in mijn pyjama nog zit en via chillpak en The Real Housewives of Beverly Hills kijk. Ik ben dol op zeg maar goede, slechte reality TV. Dus The Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of New York, Wax, The Kardashians. Ik ga er super lekker op. Ik heb me even opgemaakt. Weer mijn knotje met vlechtjes. En een leren jasje aan. Zwarte jeans en Vans. Die ik al een hele tijd niet aan heb gehad. Dit jasje heb ik ook nog nooit aangehad. Maar ik vind hem wel heel nice. Dit kan er ook af. En het is gewoon super mooi stug leer. Echt een te gek ding. Hallo. We zijn op de bank aan het hangen. We hebben even buiten gewandeld. En nu zijn we aan het chillen. En aan het denken als we willen eten. En of we nog even op de brommen gaan rijden of niet. We hebben even wat boodschappen gedaan. En... nu ga ik als de wifey die ik ben ook weer een avondmaal maken voor mijn mannetje. We hadden nog witte rijst en we proberen eigenlijk wel alles op te maken wat we in huis hebben. Dus ik ga een soort nasi egg fried rice maken met tempeh en een beetje theesaus, groenten en een eitje. Yum. Ik heb echt plezier in het koken. Dus echt, mijn leven is gewoon veranderd. Wie ben ik? Goedemorgen! Het is vandaag zondag en een hele lekkere dag. En Jordi en ik gaan zo even met de auto of de brommer naar buiten. Heel veel zin in. Cutie.
Het is weer tijd voor een nieuwe week en dus een nieuwe vlog. Als het goed is komt die ook weer op vrijdag online. Ik ga hierbij deze dus even afsluiten. Ik vond het heel leuk dat je keek en ik hoop dat je iets van chillness en een glimlach uit deze video's haalt. En ik zie je heel snel weer. Tot in de volgende. Doei!